zit zo dat je de stichting van Gent Wevelgem niet kunt losmaken van een aantal elementen. Mijn vader was cafébaas, Klok Roeland hier op de plaats in Wevelgem. Maar hij was ook een vlashandelaar, wat we hier een bottenkoper noemen of noemden. En naar het café kwamen natuurlijk heel wat van die vlashandelaars, kameraden, conculega's zou je ze nu kunnen noemen. Mensen die dus een pintje kwamen pakken en over de koers praten. En op een bepaald moment was er hier in Wevelgem ook een heel goede coureur, Gaston Rubry, die onder andere Parijs-Roubaix had gewonnen. En zo is dat gegroeid, die idee om een koers te stichten. Mijn pa zei, we zouden moeten een koers hebben. Dus zonder Gaston Rubry spraken we nu niet van Gent-Wevelgem. Misschien van Gent-Rollegem-Capelle. Hij was van Rollegem-Capelle. En ik kwam uit een gezin van 13 kinderen. Ze zijn in 1919 in Wevelgem gearriveerd. Gaston is een goede beginneling. Je wordt beroepsrenner. Je zal rijden bij Peugeot, bij Mercier, bij Alcyon, bij alle grote Franse wielermerken. Tot hij op het hoogtepunt van zijn carrière in 1934 achtereenvolgens Parijs-Nice, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix wint. In feite moest hij ook Parijs-Brussel toen een zeer belangrijke wedstrijd gewonnen hebben, maar hij heeft die verkocht aan Frans Bonduel. Goed, in Wevelgem zeggen ze, we gaan hier toch een keer iets moeten doen voor onze coureur hier. Dus in 45, in het najaar, in september, werd de eerste Gent-Wevelgem voor beroepsrenners ingericht. De trekkers, dat waren Georges Matisse, was eigenlijk de man die de papieren deed. Hij was ook secretaris. Margot, Gérard Margot, was al bij de Belgische Wielrijdersbond. Hij wist een beetje hoe dat je moest een koers organiseren. Gustav Buschard was de man met poen. Die woonde hier aan de Leien. Dus dat waren eigenlijk Leon Bakant, ook een vlashandelaar uit Logge. Dat waren eigenlijk de trekkers van het Vliegend Wiel in begin. En ze hadden een voorzitter, Gaston Rubry. Het waren dus voornamelijk vlashandelaars. En er moest een startplaats gekozen worden. En ik denk dat ze al vlug bij Gent zijn uitgekomen. Omwille van het feit, natuurlijk, het waren commerçanten. En er waren een aantal spinnerijen in het Gentse waar ze waarschijnlijk contacten mee hadden en handel mee dreven. En Gent was ook gemakkelijk te bereiken voor de coureurs. Want het was niet zo dat de coureurs door de ploeg werden naar daar gebracht in hun bussen, wat weet ik allemaal. Ze kwamen samen aan Gent-Sint-Pieters. Waarom Gent-Sint-Pieters? De meeste coureurs die van verder kwamen dan hier van Wevelgem of Oost-Vlaanderen, Brabant, Antwerpen, kwamen met de trein, de fiets op de trein naar Gent. En daar waren de inschrijvingen gedaan in de cafés in Nomtrek. En dan gingen ze in stoet naar de Sterren. Dan reden ze via de Pinte, Deinze, Waregem naar Wevelgem. En deden ze hier nog een stuk of 8, naar gelang het jaar, 10 lokale ronden. Ze kwamen aan hier recht voor de deur van de kerk. Omdat er hier in het centrum van Wevelgem enorm veel cafés waren. Nu zijn er nog 2 of 3. Dan waren er zeker minimum 15 cafés hier in Nomtrek. Dus dat waren allemaal potentiële sponsors van de koers. Ik moet ook zeggen, de koers in de beginjaren werd vooral gesponsord door sigarettenmerk, de kranten. Het Nieuws van de Dag was de eerste jaren de sponsor. Gaston Rubry had hier 6 zusters die een breiwinkel hadden. Ze maakten kledij, kousen, lange kousen, handschoenen en al, met zijn naam op. En dat was eigenlijk allemaal al een frank op te brengen, nee, dat ze dat deden. Hij was eigenlijk nooit als Rubry aangesproken. Iedereen zei de breier de thee. Het heeft niet lang geduurd vooraleer dat er hier internationale renners aan de start kwamen. Hè. Bijvoorbeeld in 1947, Gino Bartali zou hier 9e worden op vliegveld. Die was hier de vedette, want Maurice de Simplaar won. Maar het stond meer volk bijna bij Gino Bartali dan bij Maurice de Simplaar, de winnaar. En hij had dan al vele koersen gewonnen. De lijst ligt hier, wat dat allemaal gewonnen heeft. Maar meer dan café in Moersleden. Er was geen televisie. He. Eigenlijk had ik dat niet gezien. En toen was er al veel volk die van Wevelgem kwam. En die zijn Marisje gewoon. We zijn met de fiets naar huis gekomen. Dat was geen koersleven, like nu. Nu hebben ze verzorgers. En ze krijgen een ander wiel als ze plat vallen. Maar dan moesten ze zelf, als ze plat vielen,
Ze hadden een tube mee, rondom de schoenen. En ze moesten dan zelf die tube leggen, om de tube af te draaien en een nieuwe tube leggen. Ze mochten niet veel drinken. Ze hadden een pullen mee. En als ze drank aanvaardigen, waren ze gestraft. En nu moeten ze drinken, ze kregen van alles. Het is een heel ander leven. Je kunt dat niet vergelijken. Ze woonden in de Menestraat. Maar wel natuurlijk het geluk om de coureurs te zien passeren op 300 meter van de streep. Dus dat was, ja, je hoorde ze aankomen, de helikopters en weet ik allemaal, en de motards. En dan zag je de renners voorbij sprinten. En dan was het vlug naar binnen hollen om te kijken op televisie wie er gewonnen had. Na de wedstrijd is het niet zo dat de renners toen in de bus zich konden gaan verfrissen en een douche nemen. Hè. Dus er waren veel Wevelhemnaars die dus na de koers de renners ontvingen om ze dus zich te laten verfrissen. Bij ons was dat Ivo Molenaars die toen in de Menestraat zich kwam verfrissen, hè, bijvoorbeeld. En dat was in veel Wevelhemse gezinnen het geval. Er zijn natuurlijk heel veel mooie edities geweest van Gent Wevelhem. Maar wat mij het meest bijgebleven is, toen we in de Menestraat woonden hier, toen Eddy Merckx en Frans Verbeek voorop waren, een kleine voorsprong hadden ten opzichte van het peloton, en ze vielen stil voor onze deur. Ze waren aan het surplassen. En ik heb daar nog een heel duidelijk beeld van. En toen Eddy Merckx plots aanzette en een paar meter nam op Frans Verbeek. En Eddy Merckx woont toen dat jaar in 73 was dat. Dat is niet dat echt, dat zat gegrift in mijn geheugen, zodat die twee renners als het ware stil vielen voor onze voordeur.